Goed, we hebben het gisteren gehad over de introductie, een beetje kennis maken met de Verenigde Staten. Paragraaf 2 gaat over steden in de Verenigde Staten. Ik noemde al dit term, de stedelijke agglomeratie, de Boswash, van Boston tot Washington. En ook daar gaan we het over hebben. We kijken eventjes naar de belangrijkste steden in het mondiale netwerk. Wanneer is zo'n stad in de Verenigde Staten een mondiaal knooppunt? We kijken naar de internationale dienstverlening. En in de onderbouw hebben we het onder andere al gehad over het Central Business District, hè, de kern van de Amerikaanse stad. Kijk met jullie even naar hoe is dat nou veranderd de afgelopen jaren, want er zijn best wel wat veranderingen opgetreden. De belangrijkste steden. Dit was te verwachten. New York staat bovenaan. Het is natuurlijk de belangrijkste financiële, knooppunt. Zakelijk gezien heb je Manhattan, erg belangrijk. Cultureel is het belangrijk. En je hebt er een aantal belangrijke organisaties zitten, zoals de Verenigde Naties. Los Angeles met Hollywood. Denk aan de filmindustrie. Denk aan de aanwezigheid van heel veel belangrijke mensen die invloed uitoefenen op de wereld. En dan misschien niet altijd op positieve manier. Denk aan filmsterren die op een of andere manier in het nieuws zijn. En dan heb je nog Washington. En dat is natuurlijk het politieke centrum. Als je kijkt naar het Hub and Spokes Network van deze drie steden, dan zie je dat ze eigenlijk verbonden zijn met heel erg veel andere Amerikaanse steden. En dat komt omdat hun invloed niet alleen maar binnen de gemeentegrenzen blijft, maar veel verder reikt dan dat. En dat komt door bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen. En die voorzieningen die zijn niet alleen gericht op het stedelijk gebied zelf, maar ook op steden er omheen. Hoe ziet dat er nou uit? Als je kijkt naar deze kaart, het zou bijna een verkiezingskaart kunnen zijn met waar de meeste stemmen voor een bepaalde president zijn geweest, maar daar gaat het niet om. Deze kaart laat zien hoeveel het BBP is per stad. Je ziet dat er een aantal enorme pieken te zien zijn. De grootste zie je hier, hè, New York, met New York en Jersey City. Maar ook Miami is belangrijk. Je ziet Houston is belangrijk. Je ziet Chicago. Je ziet Los Angeles. En dat heeft er alles mee te maken dat in deze stedelijke gebieden gewoon heel erg veel geld verdiend wordt. Economisch gezien zijn ze dus heel erg belangrijk. En je ziet eigenlijk ook dat de hoeveelheid invloed voor het meeste eigenlijk aan de oostkust van Amerika zit. Met uitzondering van Texas, waar je in dus nog Dallas en Bethesda Houston ziet. Maar toch, het oosten van de VS is belangrijk. Heeft een van jullie idee waardoor dat komt? De kolonisten hebben er wel iets mee te maken, maar er zit een andere reden achter. Misschien moet je naar die kaart achter je. Wat hebben we met name liggen aan het westen van de Verenigde Staten? China ligt niet in het westen van de Verenigde Staten. En water ook niet. Door het klimaat. Klimaat, precies. Het is daar ongelooflijk droog, ongelooflijk heet. Er valt heel weinig neerslag. Het gevolg is dus dat er relatief weinig mensen wonen. En op een stad als Denver ligt ook alleen maar een redelijk droog gebied, maar dat is ook eigenlijk de enige. Zie je dat daar gewoon minder economische activiteiten plaatsvinden. Misschien herinneren jullie nog de naam de Appalachen. Legen in het oosten. En dat gebergte daar is relatief laag, daar kun je relatief gemakkelijk overheen. En die vormen geen hindernis voor de ontwikkeling. Als je niet meer weet waar de Appalachen liggen, kijk je weer even naar die kaart. Je ziet hem daar aan de oostkust liggen als een bruine strook die loopt vanaf. En dat kan ik niet lezen vanaf hier.
Van Atlanta richting New York. Dus vanaf Atlanta naar New York. Goed. Is het dan een mondiaal knooppunt of niet? En hoe zit het met de internationale dienstverlening? Je moet eigenlijk kijken naar een aantal zaken. Allereerst, hoeveel hoofdkantoren van multinationals zitten er in de stad? Hoe meer, hoe beter ten aanzien van het zijn van een mondiaal knooppunt. Hoeveel directe internationale bestemmingen zijn er vanaf het vliegveld in de stad? Kijk, als je te maken hebt met een stad die alleen maar lokaal of regionaal vliegt, dat betekent het dat ze niet in dat mondiale knooppunt zitten. Als je naar New York gaat, naar John F. Kennedy Airport, is een van de belangrijkste luchthavens die ook naar het buitenland gericht zijn. Dus je ziet dat daar vandaan binnenlandse vluchten vertrekken, maar ook veel buitenlandse vluchten. Hoeveel bedrijven houden zich bezig met internationale dienstverlening? En dat noemde ik net al, bijvoorbeeld de financiële markt. Nou, New York heeft natuurlijk Wall Street, heel erg belangrijk in de financiële wereld. Maar ook juridische zaken, onderzoekstechnische en adviserende dienstverlening is belangrijk. Je ziet ook dat er in Manhattan heel veel bedrijven gevestigd zijn die zich dus bezighouden met juridische zaken. Nou, als je een jaartje terug gaat in de tijd, en helaas waren er geen dingen bekend over 2020 nog. In 2019 zie je dat het demografisch zwaartepunt nog steeds een opschuif is naar het zuidwesten. En dat vind ik nog steeds opmerkelijk, gezien het feit dat ik je net een kaart heb laten zien. Waar je dus op ziet dat eigenlijk de economische activiteiten nog steeds voor een heel groot gedeelte in het oosten van de Verenigde Staten zitten. Maar toch, steeds meer high-tech in Texas, Florida, Californië draagt eraan bij dat het belang van deze staten ten opzichte van New York en dan in de wereld, dus mondiaal gezien, steeds groter wordt. Een andere hele belangrijke reden, onthoud dat, die global shift. We hebben het gehad over de verplaatsing van de macht tussen de Verenigde Staten en Europa naar de Verenigde Staten en Azië. Dat betekent dat de westkust van de Verenigde Staten natuurlijk ineens veel belangrijker wordt, omdat vanaf daar het veel korter is om naar Azië te trekken. Dus op den duur zullen steden aan die westkust belangrijker worden, omdat dat dus de plek is waar vandaan de handel gedreven wordt. En op den duur zal daardoor waarschijnlijk de invloed van steden als New York afnemen. Nooit helemaal. Die financiële zaken die zullen daar blijven. Maar bijvoorbeeld high-tech en dienstverlening en onderzoekstechnische bedrijven, die zullen zich verplaatsen naar de westkust. Dus dat zijn belangrijke zaken waar je naar moet kijken. Want het zou zomaar kunnen zijn dat dus de situatie over 20 jaar anders is dan dat die nu is. Dit kaartje laat internationaal en laat nationaal vliegverkeers zien. En de vraag aan jullie was, welke luchthavens zouden ook belangrijk zijn als het gaat om internationaal vliegverkeer? Lekker op tijd. Welke luchthavens zouden ook belangrijk zijn voor internationaal luchtverkeer? Als je naar deze kaart kijkt. Ja, New York. Houston. En Houston inderdaad ook. Maar hoe kun je dat nou heel veel lijstjes. Precies, dat betekent dat er op de een of andere manier. Ja, maar betekent dat er op de een of andere manier heel veel mensen naar zo'n knooppunt moeten komen. Oké, er is heen en weer verkeer vanuit het binnenland. Maar dat betekent dat er ook vanuit het buitenland mensen of goederen moeten komen die weer gedistribueerd worden over het achterland. In Nederland zie je dat distributie heel veel gaat via water en via vrachtwagens. In Amerika, omdat het land zo enorm groot is, is het zinvoller om bepaalde trajecten af te leggen, of met de trein of met de luchtvaart. En dat zie je op dit kaartje terug. Ja. Is er dan een reden dat ze bijvoorbeeld bij New York en New York zitten en niet die andere manieren? Het heeft een beetje te maken met de ligging. John F. Kennedy Airport ligt natuurlijk echt in de binnenstad, dus die is meer gericht op toerisme. Ja. En voor de doorgaande vluchten kun je beter net buiten de stad zitten. Grappig genoeg, in Berlijn was dat ook zo. Je had de luchthaven Tempelhof, die lag echt helemaal in de binnenstad. Die is nu gesloten en er is eindelijk na geloof 10 jaar wachten een nieuwe luchthaven aan de rand van de stad geopend.
Ook puur om gemakkelijker en betere bereikbaarheid te hebben. Ja, je wilt niet bij wijze van spreken door mijn netten heen moeten naar een vliegveld komen, want dan sta je vast. Nee. Zelfs nu nog. Nou, dan nog die verandering in het Central Business District. Als je denkt aan het Central Business District, dan is het altijd handig om nog eventjes terug te kijken naar de opbouw van de Amerikaanse stad, hè, waar we het in Londen wel over hebben gehad. Ik zal er voor de zekerheid nog even een tekening betrachten, nu jullie nog weten wat waar zat. We hebben het CBD in het midden. Wat zit daar ook alweer omheen? Weet jullie dat nog? Wat zei je? Arme mensen. Ja, arme mensen, maar hoe noem je deze gebieden? Ik heb een Rottenwijk. Nee, wat zei je? Geen ghetto en ook geen Rottenwijk. Nou, die ghetto's zitten er soms wel in zien hoor. Ik heb direct. Weet je het nog of niet dan schuim op zijn? Nee. Buiten in de subtitie. Lopen aan. Dat zijn de suburbs. Dat zijn de seductiezones. Ze gaan zeg maar wel naar achter. En dan zat er soms nog wat aan vast. Ghetto. Ja, ghetto-communities zitten er wel aan vast. Landgroei. Ja, precies. Maar hoe noem je die dingen voor je? Edge cities. Ah. Ja. Ik denk, zet ze er toch nog maar eventjes bij. Zet nooit op je toetsenductie zonder, want dan kom ik denk ik niet meer bij. Ik dacht dat er subducties. Oké. Ik heb ook eens een keer iemand gehad die de opmerking maakte, maar het is een depressie, zo'n koude. Goed. Het CBD dat was van de oorsprong natuurlijk het Central Business District puur en al gericht op werk. En je ziet dat de laatste mensen die er woonden ook steeds vaker wegtrekken. Dus het belang van wonen in het Central Business District, wat er oorspronkelijk wel was, verdwijnt steeds meer. Alleen de allerrijkste mensen, die zullen er misschien nog een huis hebben. Mocht Trump geen president meer worden, dan zal die ongetwijfeld weer terug in zijn Trump Tower terechtkomen. Dat is zo'n gebouw voor de allerrijkste. Wat zou de belangrijkste reden zijn, denken jullie, dat er minder mensen willen wonen in het Central Business District? Minder winkels Nee, niet zozeer te maken met winkels. Het heeft een andere reden. Daar zijn vooral bedrijven. Ja, het zijn vooral bedrijven. Duur. Precies. Het gaat om de kosten. Het is gewoon onbetaalbaar. De prijzen stijgen daar zo enorm hard dat het voor heel veel mensen gewoon niet meer wenselijk is om daar te wonen. Een ander ding is de bereikbaarheid. Oh, probeer nogmaals een keer in Manhattan binnen te komen met de auto. Dat lukt niet. Dus alleen de bedrijven die een helikopter landingsplaats op het dak hebben staan, die zijn goed bereikbaar. Maar voor de rest kun je maar beter gaan lopen, want dat gaat sneller dan met de auto. Die zones rondom dat CBD, die worden steeds armer. En daar wonen natuurlijk nog wel mensen, maar wat zal de belangrijkste reden zijn waarom juist rondom het CBD de armoede toeneemt? Je zou zeggen van oké, dat wordt geherstructureerd en de mensen die niet meer in het CBD kunnen wonen, gaan juist daar wonen. Maar waarom gebeurt dat niet? Of waarom blijft die zone zo arm? En ook weer weinig werkgelegenheid. De banen die er zijn, die vindt men in CBD, in die industriële zone, de bedrijven die er zaten, die trekken weg. Minder werkgelegenheid, daardoor armoede en zaken, een soort negatieve spiraal waar de mensen in terecht komen.
Dat zijn de belangrijkste veranderingen van de laatste tijd. En nogmaals, dit is dus geen voorbeeld van een Nederlandse stad, omdat Nederlandse steden heel anders zijn opgebouwd. En daar zie je dus hele andere ontwikkelingen. Als wij dit willen vergelijken met Nederland, dan zou juist het centrum heel erg rijk zijn. Ook de omringende wijken. Juist omdat mensen massaal in steden willen wonen. En dan met name rijke en vrij jonge, hoogopgeleide Nederlanders zonder kinderen die binnen steden zien als de plek, the place to be, om het maar te zeggen. En juist de jaren 80 buitenwijken bevatten heel veel sociale huurwoningen waar mensen met minder inkomen wonen. Dus dat ziet er heel anders uit. Maar goed, we hebben het over Amerika. En ik heb uiteraard dit plaatje er ook nog even ingeplakt. Het heet het model van Burgess officieel. Je hebt ook nog een model van Hoyt, dat heb ik jullie ook eens laten zien. Maar dat is niet zo belangrijk, dat ziet er iets anders uit. Maar in dit geval vind ik deze vaak het meest gemakkelijk. Je ziet hier heel mooi in ook de plekken waar de ghetto's liggen. Die ghetto's bevinden zich in die allerarmste wijken. En dat heeft er dus mee te maken dat bepaalde bevolkingsgroepen dusdanig weinig inkomen hebben dat ze ook niet weg kunnen. In Amerika is het sowieso heel erg sterk gebonden aan inkomen. Dus stel, jij gaat een paar salarissen gaan omhoog, dan blijf je niet wonen in je low-class residential gebied. Maar dan kun je bijvoorbeeld naar high-class toe of zelfs naar een suburb. En hoe verder je inkomen zich ontwikkelt, hoe meer je zal verhuizen naar een andere plek. In Nederland hebben mensen zoiets van, waarom zou ik verhuizen als ik wel woon op een plek waar ik het naar mijn zin heb. Ook dat werkt anders. Nee, niet voor niets dat de wat je noemt de jet set van Amerika zowel allemaal in Hollywood terechtkomen. Of de net iets minder bekende, maar wel rijke mensen op Long Island. Dat zijn wijken waar mensen met een bepaald inkomen wonen. En goed. Valt dus wel op dat dat te maken heeft met de mate van ontwikkeling. Was dus een hele lange deze keer. Zie dus het belang van de opbouw van de Amerikaanse stad in relatie tot hoe de mensen verdeeld zijn en ook de invloed van de stad. Bevat je CBD heel weinig multinationals, heel weinig internationale betrekkingen, dan is het geen stad die belangrijk is in het mondiale netwerk. Op het moment dat die er wel zijn in het CBD, nou, dan kun je wel zeggen dat is een belangrijke stad en zou die veel meer invloed kunnen uitoefenen in het mondiale netwerk. Dat geldt natuurlijk ook voor andere landen. Hè? Als jij gaat kijken in Europa, naar Londen bijvoorbeeld. Londen heeft ook heel veel belangrijke internationale bedrijven. En daarom is Londen ook belangrijk. Denk maar aan het begrip wereldstad. Dat past hier wel mee bij, denk ik. Goed, tot zover.